Er mocht donderdag geen publiek aanwezig zijn in het stadion van ADO Den Haag, waar het Nederlands elftal Zuid-Korea in een oefenwedstrijd met 4-2 versloeg. De echte fan liet zich niet afschrikken en zocht een plaats op de tribune om Mink van der Weerde in actie te zien. De koning van de strafcorner gaf zijn fan waarvoor hij gekomen was en scoorde 3 maal. Mink van der Weerde is het wapen dat bondscoach Paul van As nodig heeft om wereldkampioen te worden. Als het spannend wordt, wordt hij beter. En je hebt natuurlijk ook jongens die het fantastisch kunnen doen in de training, maar niet als het moet gebeuren. En dat is bij hem eigenlijk bijna zelfs andersom. Ik moet zorgen voor mezelf dat ik scherp ben en dat ik echt de wil heb dat die bal erin gaat. En dat kan ik op een training en dat kan op in een wedstrijd zijn. Dat is meer hoe je mentaal erin zit. Mink van der Weerde toonde de wereld 2 jaar geleden tijdens de Spelen van Londen voor het eerst hoe succesvol hij de strafcorners neemt. En ook hoe hard. Wat zit hij er hard in? En wat geweldig is dit voor hem. Op het rendement wat hij heeft gehaald op de Olympische Spelen, kan je gewoon zeggen dat hij de beste heeft van de wereld. Dat is een leuk compliment, maar daar koop je niet zoveel voor. De gezichtsuitdrukkingen van Van der Weerde na een benutte strafcorner zijn legendarisch. ja, het is een aparte. De hoofdrolspeler zelf maakt het allemaal niet uit. Ik vind helemaal niet belangrijk hoe het eruit ziet. Nee, maakt me niet zoveel uit. Als je maar scoort. Precies. Zondag speelt Oranje met Van der Weerde zijn eerste wedstrijd dit WK. Tegenstander is dan Argentinië. De fan van Mink is al op zoek naar het mooiste plekje.